What's up boys en girls, welkom bij deze nieuwe video. Zoals jullie zien, ik weet niet wat fuck ik net deed. Heb ik een fris hemdje aan? Nu kun je afvragen, Tybo, waarom doe jij een fris hemdje aan, maar heb je toch groene crocs aan? Omdat vandaag de dag was dat ik mijn eerste date heb gehad. Ik heb mijn eerste 1-op-1 romantische date gehad. En dat is natuurlijk gewoon allemaal weer gefilmd. En dat is weer lekker awkward, dus we gaan er samen op reageren vandaag. Ik zou zeggen, vergeet deze video niet te liken, vergeet niet te abonneren als jullie niks willen missen. Ja. Kijk, even gewoon legit shout-out naar 24 Eyes, want die ashes zijn wel echt gewoon... Oprecht, die zijn echt gewoon lekker. Zeker de Born San Martini is mijn fave. Kijk, trouwens, dit is gewoon 24 Eyes, zoals ik al zei, shout-out. Maar kijk hoe ik hier sta tijdens die sponsoring. Yo, that's crazy. That's crazy. Gin tonic? Gin tonic, first try. Dit is favoriete cocktail van Ellen. Born San Martini. Mooi. Oh, ja, mijn favoriete... Smaak is dan toch wel Porsche Martini, ja. Same, we matching. Ik heb ook Porsche Martini's, my only fave cocktail. So hey, we matching. Ja, kijk, een mooie sunset. Dat is echt prachtig. Ik zou hier echt uren kunnen zitten. Wow. De sunset was wel nice, man. Kan je niet? Jij lijkt me wel zo'n typetje dat zo doet met zijn vriendin, zo sunset bekijken. Ja, maar zo gewoon ergens gaan liggen of zo. Op een dekentje of in auto zo'n matrasje leggen en zo, kan het. Mm-hmm. En dan? Sunset kijken, man. En dan Netflix. Met ijsje. Voilà. Dus toen komt dus het moment dat ik eindelijk mijn eerste 1-op-1 date krijg. En kijk, ik moet zeggen, het is niet per se een kut date, maar ik had liever een avontuurlijkere date gehad. Snap je? Dit is echt gewoon zo'n setting. Het kan bijna niet anders dan het awkward wordt. Snap je wat ik bedoel? Maar het was niet awkward, maar... Snap je, die vorige date van die kaarten en zo. Geef je dan zo'n date, man. Niet zo eentje. Oké, ja. Ik weet dat het... Best een lange dag is geweest. Maar we gaan toch nog 1-op-1 tijdje doen. Ja, de jongen die ik hiervoor ga kiezen is toch een jongen waar ik toch wel merk dat ik nog niet echt gesprekken mee heb gehad. En het heel erg wil doen. Dus jij mag je mooiste kleren aan doen. Dan kreeg ik mijn eerste date. Wow, eindelijk. Crazy. Ik ben benieuwd naar hoe hij een beetje is als persoon zijnde. Dus daarom heb ik hem gekozen. Oh ja, lekker. Oké, ja. Ik ben blij dat ik eindelijk een kans kreeg om te daten. Oh, kijk, buiten dat mijn tanden fucked zijn en mijn kaak fucked is, wat nog steeds zo is. Ik weet niet of je die blik ziet, maar dit is zo een nerveuze blik. Ook mijn neus was toen nog vallen, yo, bro. Deze blik is gewoon nerveus, stress. What the fuck moet ik doen? Ik ben er niet klaar voor, blik. Sheesh, shawty looking good, shawty looking fire, look at me. Is goed? Ja, maar jou. Ziet er mooi uit. Dankjewel, jij ook. Even voor we starten. Er zaten denk ik 4 of 5 mensen zaten aan de zijkant, dus achter de camera. Snap je, dit 1-op-1 is oké, snap je? Het kan misschien een beetje awkward zijn, want je kent elkaar niet, je wordt op een romantische setting gegooid. Dat is één ding, maar het tweede was ook gewoon daar letterlijk 4 of 5 mensen, letterlijk een meter van u staan achter een camera. Dus je wilt die focus op haar houden, maar het is gewoon moeilijk, want snap je? Eindelijk heb ik de kans gekregen. Inderdaad. Eindelijk. Ja, ik kon hem ook zelf pakken, hè, maar... Ik laat de tijd bepalen. Oké. Ik laat de tijd bepalen. Ik en je boys nervous. Ja. Ben je al vaak gaan eten en zo die dingen? Mijn familie niet echt. Vroeger met mijn vriendinnetjes wel een paar keer. Toch wel. Al veel vriendinnetjes gehad? Oei. Echte relaties? We zijn er valse relaties. Kijk, je kunt jezelf naaien, maar je kunt ook gewoon jezelf naaien. En ik had mezelf echt gewoon genaaid. Wat ik daarmee bedoelde was van echte relaties, zo van relaties van een jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar. Snap je, dat bedoelde ik. En snap je, iedereen heeft wel zo even een situationship. Ik had dit een paar maanden samen waren. Dus dat bedoelde ik eigenlijk. Maar toen, bro, vanaf toen dacht ik al, nee, ik gooi gewoon 5 kasseien in mijn rugzak en ik start. Nee, dan 3. Hele mooie setting, allemaal superleuk. En dan gingen we gaan zitten en kom Martijn. Jullie hebben chance, hè? Ja. Ik ga jullie laten genieten van een romantische date. Er is nog wel één klein detail. En dat is dit. Nee, is iets wat je totaal niet verwacht bij een romantische date. Niet gaan nodig hebben. Oh, wauw. We gaan dan. Oké, ik snap het wel. Dit ga ik aan jullie geven. Voilà. Succes, hè? Bye bye. Ik word niet graag vastgebonden, nee. Oké. Kom op, Shadi. Ga jij drinken uitschenken dan? Ik ga niet liegen, ik had ook graag een romantische date gehad. Ja?
Wel, maar als ik dan hoor wat je moest doen, bro, dan dacht ik van laat maar. Damn. Dat was niet de reactie die ik verwachtte. Charlieke doet zo'n tekst voor haar mouw. Ja. Smakelijk. Soppen, ze moeten nu gewoon goed samenwerken. Oh shit, je bent al aan het gieten. Mm-hmm. Ja? Is oké. Oké. Dan moet jij ook drinken. Als je mij nat maakt, hè. Stille water is dieper. I'm so fucking funny. Ik weet niet waarom de fuck ik zo'n dingen blijf doen. Maar dan ben ik, snap je die grap? Zo, that's just me. Like, you can hate on me, but that's just me. Ronde hebben we over het eigen wel. Daar hou ik het bij. I'm just fucking bitch for a living, bro. Yo, waarom zit ze zo neer? Waarom love me? Waarom? Ik denk dat het bij mij is omdat ik zelf heel moeilijk ben qua openstellen. Ik ben al heel veel gekwetst geweest, dus ik ben iemand die mezelf vaak gaat afsluiten. Ik heb ook wel een paar issues, alleen moeilijk met vertrouwen en dit en dat. Ik heb er een beetje hulp bij nodig bij de liefde en dat gebeurt hier wel. Maar alles gebeurt met een reden. Soms moet je mensen ontmoeten om juist betere mensen tegenkomen. Dus wij zitten hier nu met reden. Ja, blijkbaar wel, hè. Oh, zeg ik ook. Ik probeer zo'n invoeging te hebben op dat gesprek, maar... Toch goed. Als je naar mij kijkt, wat denk je dan? Letterlijk, we hebben nu een awkward scène van 2 seconden gezien, maar dat was echt gewoon de hele tijd. Niet awkward tussen ons twee, tussen mij en Ellen, maar awkward op die setting. Snap je? Zo van... Wat moeten we hier doen? Letterlijk, zo was dat de hele tijd, man. Ik vraag, wat denk je wat ik graag eet? En die zegt pizza. Ben ik zo'n simpele guy dan? Zie je dat aan mijn hoofd, dat ik gewoon zo simpel ben? Damn! We moeten gewoon zuigen. Dat lijkt alsof je al nog zo hebt gegeten, maar ik zal maar geen vragen stellen. Oké. Dat is gewoon een grap en everybody ignored it. Je bent goed bezig, Alan. Maar ik kan me uit je lijden verlossen. Je bent vrij. Oh, wow. Vrijheid. Ik voel het. Oh. Wacht. Ja. Ja. Zo. Ja, ik had beter mijn arm haar geschoren. Dat is nu ook al gebeurd. Dat is rustig aan het fikken. Oh. Kijk. Tjus. Oké. Die legde die plank was gewoon in de kaars en die waren gewoon verder aan het praten en ik zag dat zo in mijn ogen branden. Dat werd zo erger en erger. Ik dacht zo... Dat is aan het verbranden. En dan steek ik daar een glas water dat ik waarschijnlijk een heb opgedronken of zo, maar maakt niet uit. Ah, kijk. Dat is schattig. Fantastisch. Echte gentleman. Met Taibo heb ik hele diepe gesprekken kunnen voeren. Dat ik ook helemaal niet verwacht. Dus in eerste instantie een heel rustig type. Ik hoor jullie jongens helemaal over teelbalspellen en dit en dat. En dan denk ik, dat is wel fijn om zo met iemand over ook zo'n onderwerp te kunnen praten. Ik denk wel dat ik op de date een andere Taibo heb gezien. Ja, het was een hele volwassen iemand. Die dat weet wat hij wil in het leven. Misschien krijg ik nu een goede vriend. Wie weet. Die heeft mij gewoon... Ik weet niet of jullie net beseft hebben wat er is gebeurd. Maar die heeft mij dus gewoon gefriendzoned. In een datesetting. Met 20 camera's op mij. Trouwens, dat is ook gewoon 40 graden, want er stonden 30 lampen. Die heeft mij daar gewoon gefriendzoned. En deze hoofd... Ja... I was trying to look at her titties, but she friendzoned me, so... Een echte man. Big guy. En dan is zo'n een vreel prinsesje Ellen. Het kan matchen. Het kan echt matchen, denk ik. Bro, Thibaut, I love you, bro. Taibo is echt wel inderdaad, zoals gezegd, big papa guy. Knuffelbeer. Maar hij is ook een knuffelbeer. Hij heeft echt een lieve, zachte kant. Ja, voilà. Hij ziet eruit alsof dat een stalen kern is. Maar dan de hele tijd van binnen is dat weer... Een verlegen persoon. Een verlegen persoon. Shout-out to all my boys, shout-out Robin, shout-out Olivier. Shout-out dat jij gewoon zit uitlachen in de back. Hey, I love you, man. Hey, oprecht mooie woorden, boys. I love you. Meer initiatief tonen, dat ga ik meenemen. Ja. Nee, één keer klinken. Inderdaad. Dat was gezellig. Inderdaad, leuke date. Let's go. Oké. Okay.
Zo, ik kan niet eens liegen buiten dat een zenderbakje daar gewoon hangt. Ik was zo fucking blij dat die date klaar was. Nee, het was gewoon legit leuk, snap je? Maar Ellen, je kunt daar echt gewoon goed mee praten. Het is echt gewoon een lief meisje. Echt gewoon nog, ook nog slim, maar het ding is, die setting was gewoon zo fucked up. Gewoon die camera's vooral. Snap, er zitten ook 5 mensen, dus je kunt niet echt zo eerlijk zijn of zo heel open zijn om daar 5 mensen op je lip zitten, letterlijk. En daarom was ik eerder blij dat het gedaan was. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, ik ga zwijgen. Ik ga gewoon scoren. Wow. Oh, Shonda. Alsjeblieft. Zo moeilijk. Thomas. We hebben dus net Ellen ondervraagd en ze vindt bij haar een red flag. Kijk, ik ga eerlijk zeggen, ik heb alles geschoren buiten mijn buik. Jij bent de enige met buikhaar, jij. Ik ook, maar ik scheer dat. Ben ik nu een heel onhygiënische jongen? Heb je buikhaar? Nee, toch? Jawel, ik heb zo'n borsthaar, maar ik scheer dat goed. Ik ken die borsten. Oh! Mopje, sorry, ik moet liever zijn. Ja. Damn, that pussy has to be shaved, bro. Nee, lang. Ja, maar je hebt zo op de schaamstreek haar en zo op de lipjes haar. Bro, nee, man. Dat wel? Op de lipjes sowieso fresh. Dat moet fresh. Daarom, en hier mag soms. Maar lipjes moeten fresh. Lipjes moeten sowieso fresh zijn, man. Maar inderdaad. Bij mij is altijd alles wel geschoren, hoor. Yo. Toen ging er eigenlijk iets fout, snap je? Toen kregen we allemaal leuk een gezichtmaskertje, hè? Iedereen kreeg dat. En maar ondertussen waren we ook gewoon aan het drinken. En toen raakte Elle eigenlijk een beetje gefrustreerd. Gewoon even, dat moest er even uit. Wat vind je ambetant aan ons? Veel. Hier, ga maar in de villa. Oké, Olivier. Jullie zijn apart helemaal anders dan jullie in groep zijn. Oeh, exposed al hier. Ja, dat is echt, sorry. Nee, maar ik had gewoon gehoopt dat jullie wel niet zo seksueel konden praten. Allee. Ik hoor layback met de zonnebril. Soms dat ik denk van, hallo, hoe oud zijn jullie? Eigenlijk zijn we alleen nog maar aan het kloten geweest de voorbije. Ik vind 12 zielig voor haar eigenlijk. Ja, dat is voor mij. Ik vind communicatie heel belangrijk. En ik dacht, ik vertel dat gewoon. Het is beter dat ik het vertel dan dat ik zelf ermee zit. En dat het echt een probleem wordt. Snap jij zo, het eerste eten was gelijk al teelballenspel. En ik dacht, oh, het is dit niveau. jullie pakken ook geen initiatief. Dat is wel iets dat ik mis. Ze krijgt niet de aandacht dat ze wilt, maar ook verdient, denk ik. Nee, maar ik heb gewoon soms het gevoel dat jullie hier eerder voor elkaar zijn en niet voor mij. Nee, we begrijpen het. Maar egal, sowieso, man. Kijk, Olivier. Bro, Olivier, zei ja, ik snap je. Welke cup heb jij? Allee. Welke dode hoek kwam dat, man? Welke cup? Dan kan ze meepraten. Yo, Olivier, strijden, bro. Hoe dronken moet je zijn om te denken, ai, nu ga ik dat meisje blijer maken, bro. Dame? Ik kende echt niemand. Ja, maar Thibaut was zo, ook zo respect tonen, maar die was zo te drunk. Onze Thibaut was wel een beetje zat, hè. Het is gewoon de eerste keer dat je denkt van, oké. Ik vind die aantrekkelijk. Omdat je tegen mij gaat, tegen haar. Dat kan komen. Maar wat die kerels die gaan komen, boeien. Die kwam zo even in het gesprek, zei zoiets nutteloos en toen ging die zo weer weg. Dat is waar, ik heb gelijk. Toen dacht ik echt van, ik ga die boel even, niet aan de kant duwen, maar zo even saven. Snap je, in mijn ogen was het gewoon echt saven. Van, ik ga die jongen gewoon niks dom laten zeggen dat hij later niet terugkijkt of dat hij dat nu niet verpest bij Ellen. Ja, ik ga slapen. Hij slaapt. Ja, ik word niet geapprecieerd in deze conversatie. Jawel. Thibaut, blijf, jongen. Dat stond met drinken als je gaat slapen. Je gaat slapen en die at ook gewoon de hele vodka leeg en dan ga je slapen. Kijk, nu komt het stukje hoe mooi en puur Thibaut is. Als je eenmaal die lichamelijke aantrekking niet heeft, dan... Ik voel me even niet meer op mijn gemak.
Mooi. Thibaut is altijd goed lach, snap je? En op die moment was hij precies even zo. Even een klik gemaakt van. Ik word hier niet geapprecieerd, ik ga wel slapen. Man. Ja, man, je werd even emotioneel. Morgen komt de toon, hoe zeg ik gezet? Zeker voor Kater. Snap ik. Ik weet niet wat jij daar zo ervaart, maar je kunt nooit verlegen tonen wie dat je echt bent. Dus dat is wel echt een ding. Op camera, je hebt altijd een automatische klik om een rol te spelen of zo. Puur gewoon omdat die camera voor je staat. Je probeert echt jezelf te zijn, maar je hebt zo'n automatische rol dat je toch... Snap je? Dat je toch iemand wilt spelen. Terwijl dat je eigenlijk jezelf moet zijn, maar dat is gewoon legit echt moeilijk. En ik weet, misschien gaat dat weg bij ervaring. Jullie zouden zeggen bij Utah, want je staat al ziek lang voor een camera. Ja, maar deze soort camera is anders dan een cameraman en een grote camera. Snap je? Stap wel en ik zie je morgen. Trouwens, even een shout-out naar Sven. Sven, de camera guy. Bro, he fixed it, man. Oprecht gewoon ook een lieve guy. Stap wel. Misschien denken veel mensen dat dit gefaked was, maar dit was gewoon echt. Die weende echt. Die ging echt even weg. Dat was niet gespeeld. Niks setup, niks. We waren heel dicht bij elkaar, dus ik had wel zoiets van, oké, als hij mijn nu kust. Ja. Oh, ik word zo exposed. Oh, did they kiss? We will find out the next one. Kijk, de 1-op-1 date was gewoon legit nice. Ellen is ook gewoon legit gewoon een nice meisje. Alleen die setting was gewoon heel fucking moeilijk. Als jullie benieuwd zijn naar de volgende aflevering, of ze gekist hebben of niet, let me know. Vergeet zeker geen like, vergeet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Peace out.